Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie hier zijn. En ik vind het ook fijn dat ik hier mag zijn. En ja, over toch best wel een heel complex thema iets te mogen vertellen. Voordat ik dat ga doen, is het misschien handig dat jullie een klein beetje weten wie ik ben. Een hoop mensen hier ken ik inmiddels al een beetje, maar er zijn ook steeds weer nieuwe gezichten. Dus ik zal een klein beetje uitleg geven. Daarbovenin... Dat zijn mijn twee kinderen, Daan en Richelle, een tweeling, daar ben ik vader van, ze zijn 7 jaar. En daaronder zien jullie een vrouw met een biertje. En met deze vrouw drink ik zo af en toe heel graag een biertje, maar ik heb ook nog een andere reden dat ik haar heel leuk vind. Ik deel mijn leven met haar. Zij is de reden dat ik nu inmiddels 2,5 jaar geleden alweer verhuisd ben naar Maastricht. Oorspronkelijk kom ik... van de Veluwe vandaan, uit Putten. En ja, Lisbeth is mijn vrouw, daar ben ik mee getrouwd. En wij wonen ja, in Rotum, waar we nu zijn. Een ander belangrijk punt wat ik wil noemen... is deze grote rode vraagteken waar de alfa op staat. Er is een moment in mijn leven geweest dat ik tot geloof ben gekomen. Ondanks dat ik opgroeide in een, nou, toch wel een hele christelijke omgeving... is er een moment in mijn leven geweest dat ik echt mocht gaan ontdekken wie God is... En wat het evangelie betekent. En ik wil dat gewoon op deze pagina hebben, omdat dat zo belangrijk is in mijn leven. En ja, God, zonder God zou ik hier überhaupt niet gestaan hebben. En ik denk ook in het thema waarover ik vanavond mag spreken, dat het wel naar voren gaat komen waarom. Rechtsbovenin, ja, dat is een beetje het doelhokje, wat doe ik? Ik werk een aantal dagen per week voor IVUS Nederland. IVUS Nederland is een organisatie die Jezus en het goede nieuws wat Jezus bracht graag bij de studenten in de studentenwereld in Nederland wil brengen. Maar niet alleen in Nederland, ze doen dat ook wereldwijd. Ik mag dat doen bij Luxab Mozam in Maastricht. Maastricht heeft één christelijke studentenvereniging van rond de 60 jongens en meiden die absoluut niet allemaal overtuigd christen zijn... Maar wel heel erg op zoek zijn van wat houdt dat christelijk geloof vandaag de dag voor mij in. Velen hebben het meegekregen uit een opvoeding. Anderen zijn bij deze vereniging beland omdat ze de kennis hebben. Of omdat ze gaandeweg tot geloof zijn gekomen. En velen geloven ook en willen hun geloof verder verdiepen. En willen zich ook op die manier laten ontwikkelen verder in het leven. En sinds april werk ik ook voor Agape Zorg. Agape Zorg... is een zorgkantoor hier in Maastricht en zij probeert liefde te geven aan mensen die, ja, voor wie het misschien in de maatschappij allemaal een stuk lastiger is geworden. Het tegenovergestelde misschien wel lijkt het haast wel van studenten, voor wie een wereld open lijkt te liggen, zijn hier vooral mensen die heel kwetsbaar zijn. En deze mensen die hebben begeleiding nodig, die hebben liefde nodig... En we zijn sinds april een dagbestedingstraject begonnen in Maastricht. En ja, daar mag ik ook onderdeel van uitmaken. Dus ja, het is ook mooi om ja, zo naar het zuiden te verhuizen. En ook op mooie plekken te mogen werken. Leiden. Vooraf wil ik eigenlijk al zeggen dat vanavond niet gemakkelijk gaat worden. Leiden is echt een complex onderwerp en velen van jullie hebben het vast wel ervaren in het leven of heel dichtbij of ver weg. En niemand van jullie hoef ik te overtuigen dat er lijden is in deze wereld. Voordat ik eigenlijk verder wil gaan, wil ik jullie vast een vraag stellen. En schrijf hem voor jezelf op, de gedachten die je bij krijgt, of onthoud hem eventjes voor straks na de pauze. Maar wat is jouw eerste gedachte bij de vraag, laat God onschuldige mensen lijden? Denk er even een momentje over na. Probeer er vast te houden of schrijf het ergens op. Zodat je er straks ook gewoon in gesprek over kunt gaan. Wat is de eerste gedachte die er omhoog komt bij deze vraag? Zoals ik al zei, hoef ik niemand van jullie te overtuigen over lijden in de wereld. Langs verschillende kanalen komt lijden ons leven binnen. We hoeven het nieuws maar te kijken en we zien lijden in de wereld. We hoeven de krant maar te lezen, we hoeven maar op internet te kijken, op social media.
Misschien gesprekken die je op het werk hebt, met collega's, met andere mensen. Of het komt nog dichterbij dat het om je familie gaat, om je vrienden of om jezelf. En iedere vorm van lijden roept vraagtekens op. Waarom schiet een multimiljonair in Amerika vanuit een hotel zoveel mensen dood? Waarom moet een vader enorm lijden aan een ziektebed? Waarom worden soms kinderen ongezond geboren? Waarom mogen kinderen soms niet eens het levenslicht zien? Ik ga het nogmaals zeggen, vanavond wordt het niet heel gemakkelijk. Lijden is zo teer, zo kwetsbaar. Soms is lijden zo hartverscheurend. En daar wil ik twee voorbeelden van noemen. En er zijn veel meer voorbeelden te noemen, maar ik wil jullie meenemen naar een donderdagavond in februari en het is 2011. Een Nederlandse vrouw ligt op haar bed en ze hoort een geluid op de veranda. Ze hoort een hard geluid op de veranda. En ze maakt haar man wakker. En voordat ze doorhebben, staan er twee overvallers in hun slaapkamer. En een van die overvallers heeft een pistool. En ze beginnen te schreeuwen. Ze zijn heel erg opgefokt. Ze willen geld hebben. Dit stel zegt dat ze geen geld hebben. En ze worden kwaader en kwaader en kwaader. En opeens bedenkt ze dat ze nog een envelopje in de slaapkamer heeft liggen. Waar nog een klein beetje geld in is. En ze loopt er naartoe. Ze pakt het envelopje en ze smijt het naar die overvaller toe. Maar ze worden kwaader en ze willen meer. En ondertussen worden hun twee kinderen ook wakker. En voordat ze het beseft, hoort ze drie of vier geweerschoten en zakt haar man in elkaar. En het volgende moment wordt zij bedreigd. En wordt ze gestuurd en wordt er gezegd dat ze de kleren uit moet doen en naakt op de grond moet gaan zitten. En ze hoort haar man zijn laatste ademteug uitblazen. En het volgende moment wordt ze naar buiten gestuurd en wordt ze verkracht door een derde persoon. Deze nacht heeft me alles gekost, zegt Laura. Ik verloor niet alleen mijn mooie man. Ik verloor niet alleen de vader van mijn kinderen. Ook mijn droom, mijn passie en mijn zendingsroeping, waar ik van kind af aan al bezig was, ben ik kwijtgeraakt. Laura was samen met een manszendeling in Kenia. Een ander voorbeeld wat ik wil noemen is het voorbeeld van een jonge man. Ogenschijnlijk lijkt hij gelukkig. Hij heeft een hele mooie vrouw. Hij heeft een baan. Hij heeft familie, vrienden om zich heen. Ze hebben een huis. Ze hebben genoeg geld om hele leuke dingen te doen. Maar er is iets in zijn leven wat hij mist. Hij ervaart een leegte en ook zijn leven is in een soort van sleur beland. En eigenlijk begrijpt hij het niet, want eigenlijk heeft hij het heel goed. Als hij om zich heen kijkt, ziet hij een hoop andere dingen die slechter zijn. Maar toch, ondanks dit alles, lukt het maar niet om geluk te vinden. En dat geluk, daar gaat hij naar op zoek en hij probeert dat te compenseren. Dat lege gat, dat probeert hij te vullen met nog leukere dingen te gaan doen. En heel vaak vulde hij dat met dingen die goed waren, maar soms vulde hij dat ook wel met dingen die niet zo goed voor hem waren of voor zijn omgeving. En toen deze jonge man 27 geworden was, kwam hij tot geloof. En veranderde zijn leven compleet. Samen met zijn vrouw kwam hij tot geloof en hun leven kreeg een nieuwe glans. Hun leven kreeg een nieuwe inhoud. En voor het eerst in zijn leven besefte hij, nadat hij al zoveel keer dingen had uitgeprobeerd om dat lege gat, om dat te kunnen vullen en om voldoening te zoeken. Maar telkens vroeg dat gat weer om nieuwe voldoening. Voor het eerst in zijn leven had hij het idee, dit is hetgeen wat ik nodig heb. Dit is de voldoening waar mijn hart altijd al naar verlangde. En het leven kreeg een hele andere dimensie en God was erbij en het werd enorm mooi. En het leven van deze jongeman dat lachte hem toe, ze hadden een mooie toekomst voor de deur. Maar een jaar later sterft zijn vrouw. Toen zij 31 weken zwanger was. En die jonge man, dat was ik.
Mijn vrouw stierf een jaar nadat ik tot geloof was gekomen. Een jaar nadat ik had ontdekt wie die goede God is. Wat een mooie evangelie is, wat die rijke boodschap is. Een jaar later raak ik mijn vrouw kwijt op het moment dat ik vader word. En ik begreep het niet. Ik begreep het echt niet. Op het moment dat ik mevrouw het hardst nodig heb gehad, in al die jaren, op dat moment was ze er niet meer en was ze gestorven. Lijden roept vraagtekens op. En deze vraagtekens zoeken antwoorden. Mensen van alle tijden worstelen met de lijdensvraag. Waarom is er lijden? En wat is de zin van het lijden? Mensen zijn zinzoekers. We willen weten waarom er lijden is en wat voor doel het dient. En als het lijden nog dichterbij komt, dan ga je afvragen, waarom moest het lijden mij overkomen? Als we geconfronteerd worden met het lijden, dan gaan we onszelf vragen stellen. Dan gaan we misschien nadenken over dingen die anders misschien wat verder weg lijken te staan. Als je gelooft in God, dan ga je bij lijden ook nadenken over God, wie bent u? Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Er is een theoloog die zegt dat de lijdensvraag net het omgekeerde is als van een examenvraag. Bij een examenvraag dien je zo correct mogelijk antwoord te geven, terwijl dat juist voor de lijdensvraag onmogelijk is. Te vaak hebben mensen getracht een al dan niet simpele verklaring te geven voor andermans lijden. En vanavond wil ik jou ook oproepen om daar voorzichtig mee te zijn. Wees voorzichtig in het verklaren van andermans lijden. Ik heb al te vaak een reden gehoord waarom dit lijden mij moest overkomen. Dat God er wel een bedoeling mee zou hebben. En wat jammer dat jou dit lijden moest overkomen voordat je God mocht gaan leren kennen. En ik ben ook wel eens bij een maatschappelijk werker geweest. En die zei tegen mij, tjonge, dat God dit doet. Ja, en dat is eigenlijk wel een onderdeel waar ik vanavond naar wil kijken, naar dat vraagstuk. Waarom doet God dit? Welke rol speelt God in het lijden? Laat God onschuldige mensen lijden. Hoe zit dat dan met de positie van God? Ieder mens houdt zich er vroeg of laat mee bezig. En ongelovige mensen, die hebben er al moeite mee om een passend antwoord te vinden. Maar soms kunnen ze berusting vinden. Dat lijden past bij alle toevalligheden die er in deze wereld gebeuren. Maar voor ons, voor als u, als jij hier zit en je gelooft, dan wordt de lijdensvraag nog complexer, dan wordt die nog moeilijker. Want als er een God bestaat en als die God goed is en als die God almachtig is en als die God van mensen houdt, dan gaat dat rammelen. Dan wil je weten hoe het zit. Als je gelooft in toeval, dan maakt het minder uit. Maar als je gelooft dat deze wereld geregeerd wordt door een God die van mensen houdt, die van jou houdt, die van u houdt, van mij houdt, dat die almachtig is, dan maakt het alles uit. Vanavond ga ik proberen een antwoord te geven op de vraag. Maar ik kan nu al zeggen dat mijn vraag niet sluitend zal zijn. Deze vraag is al zo lang over nagedacht. Van alle tijden. Vanavond wil ik dan ook niet inzoomen op hoe het lijden is ontstaan. En ik wil ook niet inzoomen op de verschillende soorten lijden die er zijn. Vanavond wil ik vooral stilstaan bij God. Welke positie neemt God in als het om lijden gaat? De 19e eeuwse schrijver George Buchner noemt het lijden de rots van het atheïsme. Hiermee verwees hij naar het feit dat er zoveel onmogelijk leed in de wereld is, dat er zoveel is gebeurd in de geschiedenis en vandaag de dag, dat het bestaan van een goede God niet mogelijk is.
Een God die zoiets zou toelaten, dat kan gewoon niet bestaan. Ik wil u ook meenemen naar een filosoof. Epicurus heet de beste man. Ook hij dacht na over dit dilemma. En zijn bevindingen heeft hij ondergebracht in een formule. En de formule luidt als volgt. Ofwel wil God het kwaad uit de wereld wegnemen, maar kan hij het niet? Ofwel kan hij het, maar wil hij het niet wegnemen? Ofwel wil hij het niet en kan hij het niet? Ofwel wil en kan hij het? Dat is eigenlijk wat er aan de linkerkant staat. En aan de rechterkant komt dan de conclusie. Indien hij wil en niet kan, is hij God onmachtig. Indien hij kan en niet wil, dan heeft hij ons niet lief. Indien hij wil, nog kan, is hij niet de goede God en bovendien onmachtig. Indien hij wil en kan, en dat is eigenlijk het enige wat een God zou toebehoren. Van waar komt dan het feitelijk kwaad vandaan? En waarom neemt hij het niet weg? En hieruit besloot Epicurus, net als vele anderen, dat een goede God niet kan bestaan. Een goede God die almachtig is en deze wereld regeert. Het is theoretisch niet verzoenbaar met het lijden wat er zichtbaar aanwezig is. Ook veel theologen hebben theoretisch bij deze vraag stilgestaan. Over het samengaan van een almachtige God die goed is. En de positie van het lijden en het kwaad in deze wereld. Ook zij hebben deze vraag niet kunnen ontwijken. Gewoon puur uit informatie wil ik jullie meenemen naar een aantal modellen. Die proberen te omschrijven hoe God gerechtvaardigd kan worden als goed en almachtig. Zonder hem verantwoordelijk te stellen voor het kwaad wat er in de wereld is. En er zijn 4 modellen. 1, dat is God als een rechtvaardige rechter. De vergeldingsleer. God zendt het lijden in de wereld of laat het als straf toe op de zonde. God is de ultieme rechter. Wie schuld heeft, die lijdt en wie lijdt, die heeft schuld. Als er onheil in iemands leven binnenkomt, dan is dat het gevolg van zijn eigen menselijke schuld. En misschien herken je het wel, dat deze vraag heel erg ook binnen onze geest kan zitten. Dat het bijna verweven is. De discipelen vragen ook aan Jezus. Wiens schuld is het, Heer, dat deze man blind is geboren? Is het van hemzelf of is het de schuld van zijn ouders? Staat in Johannes 9, vers 2. En hoe vaak hoor je mensen niet zeggen, waaraan heb ik dit verdiend? Of dit verdienen zij niet? Ik kan me nog een moment herinneren dat mijn vrouw was overleden en we een enorme lange ziekenhuisweg hadden met mijn kinderen en vooral met Daan. En dat aan het eind van dat half jaar dat Daan eindelijk mee naar huis mocht, er bij mijn moeder kanker geconstateerd werd. En dat mijn vader zei van, dit kan gewoon niet meer. Dit hebben wij niet verdiend. Het kan zo, die gedachte kan zo dichtbij komen als lijden ook zo dichtbij kan komen in je leven. En ergens botste die vraag ook in mijn denken van, ja, maar wat hebben wij dan verdiend? Waar hebben wij dan recht op? Maar ook bij bepaalde rampen wordt vaak de koppeling gelegd tussen lijden en schuld. Dat het een straf is voor het zondige gedrag van de mens. In 2005 was er een grote orkaan, Katrina, die grote schade en verwoesting aanbracht in New Orleans. En ook de burgemeester van New Orleans zei, dit is een straf van God. En deze vergeldingsleer vinden we ook terug in de Bijbel, in het boek Job. God vertelt Satan dat er geen mens zo rechtschapen is en onberispelijk is als Job. Hij heeft ontzag voor God en mijt het kwaad. Maar de Satan beweert dat Job dit alleen maar doet en dat het niet oprecht is. Hij denkt dat Job, een hele rijke man, God eert en bang is om al zijn rijke bezittingen kwijt te raken.
Om dit te bewijzen vraagt hij aan God of hij toestemming mag om Job uit te testen. En in de Bijbel kunnen we lezen, hoe raar het ook is, maar dat God hem die toestemming geeft. En Job wordt door de een naar de andere ramp getroffen. En het zijn niet zomaar rampjes. Job raakt al zijn bezittingen kwijt. Job raakt zijn kinderen kwijt, al zijn kinderen sterven. En zijn vrouw steunt hem niet meer. Job wordt ernstig ziek. Maar wat Job niet verliest, is zijn geloof. En aan het eind van het Bijbelboek lezen we dat God Job dubbel, of dat Job alles dubbel en dwars terugkrijgt van God. Maar we lezen vooral in het boek de worsteling die Job heeft met het lijden en het geloven in God. Job weet niet hoe hij beide kan verzoenen. Zijn vrouw roept hem op om God te vervloeken. Jobs antwoord is merkwaardig. Al het goede aanvaarden we van God. Waarom dan niet het slechte aanvaarden? Job ondergaat het lijden. En als we verder in het boek Job lezen, dan zien we dat ook zijn vrienden hem komen bezoeken. Dat is een hele mooie tip. Als je mensen kent die lijden, de vrienden waren eerst een week stil. Ze gingen meelijden, ze gingen meehuilen. Maar daarna gaan zijn vrienden hem ook uitdagen. Zij verdedigen de visie dat God een rechtvaardige God is en dat het lijden dat Job enkel overkomt omdat hij schuldig is. Zijn vriend Elifas zegt, vertel mij, is er ooit een schuldige verloren gegaan? Waar zijn ooit rechtvaardigen omgekomen? En Elifas deelt nog een andere mening. Zijn ervaring is, onheil ploegen en zaaien doet onheil maaien. Dat staat in Job 4, vers 7 en 8. Maar Job aanvaardt deze verklaring niet en is ontgoocheld door de theorieën van zijn vrienden. Maar ook Bildad en Zofar houden aan dezelfde visie vast. En als Job denkt zelf niet schuldig te zijn, dan draagt hij misschien wel de schuld van zijn voorouders. Maar er zijn ook bezwaren tegen dit model, tegen de vergeldingsleer. Job zelf zet zich hier tegen af. Na een lang gewetensonderzoek besluit Job, het staat in Job 31, dat er geen reden is om hem te straffen. In zijn verzet tegen de vergeldingsleer sluit Job ook aan bij de dagelijkse ervaring dat wie goed leeft niet minder gespaard blijft van lijden dan wie kwaad doet. En ik weet hem even niet uit mijn hoofd, maar er is ook een psalm die dat zegt. Dat de psalmist bijna jaloers is op de goddelozen, omdat hun leven gewoon beter lijkt te zijn. 73? En Job verweert zich daar ook mee. Waarom leven goddelozen lang? Tot in hun ouderdom welvarend en gezond. Ze leven en ze zien hun kinderen gedijen. En zelfs de kinderen van hun kinderen. In hun huis heerst vrede zonder vrees. Ze worden niet getroffen door Gods gezel. Dus als God gelijk zal straffen op zonde, waarom worden deze mensen dan zo oud? Dat vraag je op zich ook af. De vergeldingsleer aanvaarden zou ook betekenen dat wie lijdt daarnaast ook nog eens de last van een schuld met zich mee moet dragen. En het maakt ook nog een verzet tegen het lijden onmogelijk. Het lijden is immers verdiend en het kan niet ontlopen worden. En toch is dit niet hoe wij God kennen. Zeker niet vanuit het Nieuwe Testament. God is ook een vergevende God en hij laat mensen steeds weer opnieuw beginnen. En als we verderop in Job lezen, Job 42, vers 7, dan zien we ook hoe God deze vergeldingsuitleg van de vrienden verwerpt. Na zijn woorden tot Job richtte de Heer zich tot Elifas. Zeer ontstemd ben ik over u en over uw beide vrienden, want u hebt van mij niet zo'n zuiver beeld gegeven als van mijn dienaar Job. Het volgende model, dat is God als wijze pedagoog. Hij laat het lijden toe
of zendt het zelfs als een soort medicijn, omdat het ons mensen wijzer en sterker kan maken. Er schijnen verhalen, ik weet niet of het echt waar is, maar er schijnen palmboomkwekers te zijn die stenen in de kruin van een jonge palm leggen, zodat de palm meer weerstand krijgt, zodat hij meer kracht moet zetten om te gaan groeien. Zijn wortels worden sterker, zijn stam wordt steviger. Misschien wordt dit wel bedoeld, God als wijze pedagoog. C.S. Lewis gebruikt het beeld van een megafoon en hij zegt, God fluistert tot ons in onze genietingen. Hij spreekt in ons geweten, maar hij roept luid in ons lijden. Dat lijden is zijn megafoon om een dove wereld wakker te roepen. Een slecht mens die zich gelukkig voelt, heeft er geen idee van dat zijn handelen niet klopt. Dat hij niet in harmonie is met de wetten van het heelal. Maar ook hier zijn bezwaren. Er zijn zeker mensen die de ervaring hebben dat ze door lijden kunnen groeien. Maar er zijn ook mensen die enorm verbitterd raken, die eraan kapot gaan. Dus dat mensen groeien door het lijden heen, dat kan niet zomaar als een vaste regel gesteld worden. Het lijden kan niet per se op die manier gerechtvaardigd worden. Professor Chris de Portre merkt op dat dit gepaard zou gaan met een onwenselijk godsbeeld. Dan is God geen God, maar een afstandelijke meester, bijna een beul, een directeur van een marionettentheater. En bovendien, zegt hij, is er al te vaak een onevenredigheid tussen het lijden en de menselijke groei die eruit kan voortvloeien. De dood van een kind kan niet gerechtvaardigd worden door de verbeterde familierelatie die eruit volgt. De notie van lijden als loutering of opvoedkundig middel stoot op de grens van bepaalde ervaringen van absurd, onschuldig lijden. Dus lijden kan soms een heilzame waarde hebben en een stimulans zijn in het leven. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Het derde model is Gods ondoorgrondelijke goedheid. En deze derde visie benadrukt het anders zijn van God. En stelt dat de mens Gods redenen voor het lijden zelf niet kan begrijpen. Ze houdt vast aan een sterk geloof in Gods goedheid, maar gaat ervan uit dat God beter weet dan de mens wat deze goedheid inhoudt. Misschien kennen jullie de vergelijking wel eens die Corrie ten Boom heeft gemaakt over het borduurwerk. Als je naar een borduurwerk aan de achterkant kijkt, dan ziet het er niet uit. Je ziet alleen maar haken, ogen en verschillende kleuren en ja, je weet niet waar het toe leidt. Maar als je hem omdraait, zie je een prachtige afbeelding en zie je een prachtig resultaat. En soms wordt het ook voorgesteld dat het misschien wel zo zit met God. Hij ziet wel hoe het eruit hoort te zien, welk plan hij met de wereld heeft. En wij kijken misschien soms om ons heen of naar boven en we zien die haken en die ogen en die steken en we weten niet waartoe het dient. En ook deze visie vinden we terug in het hoofdstuk van het boek Job, in zijn slotwoorden. Inderdaad, God, u kunt alles. Voor u is niets onuitvoerbaar. Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen? En ik maar spreken zonder iets te weten. Over wonderlijke dingen die ik niet begreep. En dan nog in de trant van, luister, ik zal spreken, ik stel vragen. Probeer eens te antwoorden. Alleen van horen en zeggen kende ik u. Nu heb ik u gezien met eigen ogen en alles herroep ik. Over alles heb ik spijt, zittend in stof en as. In dit model vertrouw jezelf als het ware toe aan God, ongeacht de omstandigheden. Hierbij is het geloof in een dragende God je fundament, ook al begrijp je er niks meer van. Je gelooft toch dat God het goede met je voor heeft. En de kracht van deze visie is dat ze radicaal afrekent met een nuttige God. Job bewijst tegen de verdachtmakingen van Satan in dat hij God diende vanuit zijn hart. Dat hij van God hield vanuit zijn hart.
En dat hij het niet deed om alleen maar rijkdom te hebben. Dat hij het niet deed vanwege materialisme. Dat hij het niet deed om zichzelf alleen maar gelukkig te voelen. Maar ook bij dit model zijn er bezwaren. Opnieuw kunnen mensen het gevoel krijgen dat het lijden niet bestreden moet worden, dat het niet bestreden mag worden. Hoewel we het niet begrijpen, is het lijden er immers met een goede reden. En soms lijkt het dan alsof God die verre afstandelijke God blijft. Dat hij het begrijpt, maar wij het nooit kunnen begrijpen. En precies tegen dit godsbeeld wat er is ontstaan, is er de laatste jaren zijn er ook meer theologen met een ander model gekomen. En dat is de meelijdende God. Dus de eerste drie, dat zijn de meer klassieke modellen. En het laatste model van de meelijdende God, dat is meer het model waarin God op een andere manier gerechtvaardigd gaat worden. In de eerste drie modellen wordt Gods almacht niet opgegeven. Wel wordt opgeworpen dat deze modellen Gods goedheid aantasten. God wordt op de een of andere manier verbonden met het lijden. Hij laat het toe of hij zendt het. En daardoor is dit model ontstaan. God wil het lijden niet, hij laat het niet toe. Maar hij reageert op het lijden. Het lijden van mensen en hij lijdt met hen mee. Soms wordt er geopperd, zie Jezus aan het graf staan van Lazarus. Jezus weende mee. En in dit antwoord wordt God doorgaans niet gezien. Als de oorzaak van het lijden en probeert men de volle nadruk te leggen op de goedheid van God. Bovendien wil deze visie recht doen aan onverdiend lijden. Aan de mens als slachtoffer van het kwaad. God wordt gezien als de lijdende lotgenoot, de lijdende metgezel die ons verstaat. En eigenlijk heeft dit model heeft zijn opkomst echt gemaakt naar wat er gebeurde na de Holocaust. Dat mensen er niet meer bij konden. Dat als er zo'n vreselijk wreed lijden in de wereld is, dat het niet meer met God verbonden kon worden. Zonder dat het een radicale afbreuk zou doen aan zijn goedheid. Dit is vooral wat theorie, wat ik mee wil geven ook. Maar dan komen we weer bij die vraag. Laat God onschuldige mensen lijden? Mijn antwoord is ja. God laat onschuldige mensen lijden. God heeft zijn zoon laten lijden. En zijn zoon was onschuldig. Ik wil u meenemen naar een aantal Bijbelteksten. Hebreeën 7, vers 26. Een hoge priester als hij, Jezus, hadden wij ook nodig. Iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is. 1 Petrus 1, vers 19. Hier wordt Christus een lam genoemd zonder smet of gebrek. Hebreeën 9, vers 14. Christus die zichzelf als offer heeft kunnen opdragen zonder smet. 1 Petrus 2, vers 22. Treed dus in de voetsporen van hem, Christus, die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen enkele leugen kwam. 1 Johannes 3, vers 5. U weet dat Jezus verschenen is om zonde weg te nemen. Er is in hem geen zonde. 2 Korinthe 5 vers 21. God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde. Pilatus heeft 3 keer gesproken, ik vind geen schuld in deze man. Zijn vrouw zegt zelfs, laat je niet in met die rechtvaardigen. Een misdadiger aan het kruis zei, nee, deze man heeft niet onbehoorlijks gedaan. Niets onbehoorlijks. En nadat Judas de Heer Jezus had verraden, kwam hij tot de volgende conclusie. Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.
En een Romeinse hoofdman getuigde toen Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. Christus Jezus was het lam zonder smet of gebrek. Hij was zonder zonde. Hij was onschuldig. Op hem slaat de vraag volledig. Als het erom gaat of God onschuldige mensen laat lijden. Jezus was de enige mens die geen zonde had gedaan. En toch moest hij lijden. En hoe zit dat bij ons mensen dan? Als we in de Bijbel lezen en we lezen Romeinen 3 vers 12. Dan staat er, alle mensen hebben zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. En in Romeinen 3 vers 23 staat dat alle mensen hebben gezondigd en daarbij de nabijheid van God missen. Buiten Christus om bestaat er dus geen vraag of God onschuldige mensen laat lijden. Buiten Jezus bestaan er geen onschuldige mensen op deze wereld. Wel geredde mensen, wiens schuld is weggenomen door Christus. En ja, deze mensen lijden ook. En vandaag de dag geloof ik nog steeds dat God almachtig is. Dat hij die goede God is. Die liefdevolle God. En dat hij regeert over deze wereld. Maar waarom grijpt hij dan niet in? Waarom grijpt hij niet in een wereld met zoveel kwaad? En toch grijpt hij vaak in. Misschien wel vaker dan wij doorhebben. Soms mogen getuigen zijn dat we een wonderbaarlijke genezing horen of een wonderbaarlijke voorziening. Dat God uitkomst biedt. Maar heel vaak grijpt hij niet in. En dan komt die waaromvraag. Heer, als u goed bent en almachtig, waarom doet u dat dan niet? Deze vraag kreeg ik nadat ik net vader was geworden. En naar het levenloze lichaam van mijn vrouw keek. En de artsen zeiden dat ze niet meer te redden was. En ik haar hand heb gepakt en in mijn hand heb gelegd. En heb gebeden, Heer, u kunt het. Ik weet dat u het kan. Ik weet dat u almachtig bent. En ik weet dat u het kan. En wilt u het geven? Maar God gaf het niet. God gaf niet het wonder wat ik gehoopt had. Een paar uur later stierf Suzanne. En ook Laura Kremer heeft enorm geworsteld waarom God niet ingreep. Als de kogel 1 centimeter naar links was gegaan, dan was de halsslagader van haar man gemist. Wat is nou 1 centimeter voor de almachtige God? Dat vraagt ze zich af. Laat God onschuldige mensen lijden. Is voor mij niet meer de grote vraag. Wat voor mij veel belangrijker is, welke positie neemt God in dat lijden? Is dat de vergeldingsleer? Ja, dat kan. Is dat de pedagoog? Ja, dat kan. Is dat Gods ondoorgrondelijke goedheid? Ja, dat kan. Een meelijdende God? Ja, dat kan ook. Maar welke positie neemt God voor jou in als het lijden je treft? Als je lijden ervaart, wat is jouw godsbeeld? Want ik denk dat dat heel veel uitmaakt. Ken je God? Ben je door hem gekend? Weet je dat je geliefd bent? Wat is je relatie met hem? Dit is alles bepalend voor mij geweest. Niet zozeer om een antwoord te vinden, maar om een weg in het lijden te vinden. Een weg met God. Ben je een toeschouwer of ben je een deelnemer? Een toeschouwer blijft zich maar afvragen, waarom is er kwaad in de wereld? En hij zoekt theoretisch naar verklaringen. En een deelnemer
die weet het soms ook niet. Maar hij ervaart dat er ook kwaad is in de wereld. En hij richt zich op God. Hij probeert met God antwoorden te vinden. Hij probeert met God een weg te vinden. En hij ontdekt steeds meer wie God wil zijn. En dat kan lang duren. En soms krijg je niet de antwoorden die je wilt. Maar ik heb ook in mijn eigen leven mogen ervaren dat God heel dichtbij wil komen. En we weten dat de wereld waarin we nu leven geen paradijs is. Dat deze wereld zo anders is als hoe God hem ooit gemaakt heeft en hoe hij hem ooit bedoeld heeft. En door de zonde kwam er niet alleen de sterfelijkheid in de mens, maar ook de vervloeking in de mens en de dood. En de vervloeking was niet alleen op mensen gericht, hij was op de hele schepping gericht. En dat lezen we in Genesis 3, vers 17. En in Romeinen 8, vers 21 en 22 zien we als het ware een bevestiging. Er staat dat de hele schepping zucht en in baresnood is. Het is niet zo en het lijden is opgelost. En misschien is dit wel de belangrijkste verklaring waardoor lijden in de wereld is gekomen. De mens die God prachtig en goed geschapen heeft, kreeg een vrije wil. En wat is dat een risico? Een mens met een vrije wil. Want met deze vrije wil kon hij God dienen, maar hij had ook een keuze. Hij kon zich ook tegen God keren. En we kunnen weten vanuit de Bijbel dat de mens dat ook gedaan heeft. En weer klinkt misschien de vraag in jouw achterhoofd. Waarom grijpt God niet in als hij almachtig is? Waarom laat hij zoveel lijden toe? Sommige mensen vragen zich af of het hem koud laat. Of het God koud laat dat er zoveel lijden is in deze wereld. Maar ik wil u eraan herinneren dat het God niet koud laat. Er is een moment geweest dat hij radicaal heeft ingegrepen in deze wereld. En ik heb er een filmfragmentje van. En de beelden zijn vrij heftig. Dit ingrijpen van God heeft hem alles gekost. Als mensen zich afvragen, waar is God als er lijden is? Dan is dit voor mij een antwoord. God is naar de wereld gekomen. God is naar de wereld gekomen om mensen te laten zien dat hij zich bekommert. God heeft nooit gedacht, ik vaag het allemaal weg. Het is over. De mens heeft zich
Misschien wel tegen mij gekozen of wil niet meer met mij leven. God heeft er alles aan gedaan om te herstellen wat kapot was gemaakt. Als je leest over een vloek in Genesis. Als je leest over dat zelfs de hele schepping in baresnood is en zucht. En als je ziet hoe de zoon die onschuldig was en nooit iets fout heeft gedaan, naar de wereld kwam om het goede te laten zien, om goed nieuws te vertellen. En als je ziet hoeveel hij moest lijden. Dan kun je misschien niet meer zeggen dat God niks doet. Dat God niks gedaan heeft. Want God heeft ons een nieuw perspectief gegeven. Christus heeft ons een nieuw perspectief gegeven en hij heeft ons hoop gegeven. En ik weet niet welk lijden u getroffen heeft of welk lijden u bezighoudt of jou bezighoudt. En ik heb al gezegd in het begin, ik wil er niks eigenlijk over zeggen, omdat het soms zo lastig is om wat over andermans lijden te zeggen. En misschien zijn deze beelden niet precies de beelden van hoe het toen was. Maar de Bijbel vertelt wel dat hij eigenlijk niet meer aan te zien was als mens. En Jezus heeft geleden. Hij heeft enorm veel geleden. En God heeft geleden. En dat deed hij met een doel. En dat deed hij met een reden. Hij heeft iets weggenomen wat ervoor zorgde waardoor wij niet met hem in contact konden komen. Hij heeft ervoor gezorgd dat we een toekomst met hem mogen hebben. Dankzij Christus is er hoop. De Bijbel zegt dat er straks een toekomst zal komen. Dat er geen tranen meer zullen zijn. Dat er geen verdriet meer zal zijn. Dat alles wat slecht was weg zal zijn. Waarom liet God een onschuldige Christus zinvol lijden? Om schuldige mensen te verlossen van zinloos lijden. En ik wil eindigen met deze tekst die in de Romeinenbrief staat. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit wie Gods kinderen zijn. Er staat hier nogal wat. Het lijden van nu, het lijden wat er in de wereld gebeurt, het lijden wat u meemaakt, wat jij meemaakt. Als je gelooft, dan mag je erop vertrouwen dat het niet in balans is met de toekomst die ons gegeven wordt. En wie ben ik om daar wat over te zeggen? Ik kan hoogstens iets zeggen over mijn eigen lijden. Maar ook van Paulus weten we dat hij enorm veel geleden heeft. En hij zegt dit. En ook hierin zien we staan dat de schepping rijkhalsend uitziet. Dus niet alleen de mensen. Maar ook deze hele schepping heeft vernieuwing nodig. Om verlost te worden van lijden. En verder in het hoofdstuk, misschien handig om gewoon thuis nog eens na te lezen, staat ook dat er volharding nodig is. En hoe vaak ervaren we dat niet in ons leven? Dat we het zelf niet meer kunnen dragen. Dat de pijn die hier zit, hier komt. Dat je het idee hebt, ik trek het niet meer. Ik kan het niet meer. Ik ben heel vaak geprezen door mensen dat ik over mijn lijden kon vertellen en dat ik ook nog van mijn geloof kon getuigen. Maar ik weet dat het niet iets is waar ik zelf voor gezorgd heb. Ik weet dat het me is geschonken. En ik ben tot op de dag van vandaag dankbaar dat ik een jaar voordat Suzanne stierf tot geloof mocht komen. Want dit heeft me hoop gegeven, dit heeft me kracht gegeven. En het heeft me ook heel vaak laten huilen. Dat ik mijn vrouw moest missen bij de geboorte van mijn kinderen. En zelfs nu, 7 jaar later, merk ik soms dat het me raakt. Dat ik er nog steeds op bepaalde vlakken mee in de knoei zit. Zelfs nu ik mijn leven opnieuw heb kunnen oppakken. Zelfs nu we gezin zijn. Zelfs nu ik gelukkig mijn leven mag delen met een nieuwe vrouw. En soms
moet ik opnieuw mijn handen openen en zeggen, Heer, ik snap het niet meer. Het wordt te veel. Wilt u me helpen? Wilt u dichtbij komen? Wilt u mij dragen? En Corrie ten Boom die zegt, hoe diep de put ook is, op de bodem is nog altijd Gods hand. En ik heb dat wel mogen ervaren, maar er zijn momenten dat het zo lang duurt. Dat je niks ervaart. Maar ik wil je bemoedigen en aanmoedigen om tot God te spreken. Betrek hem in je lijden. Vraag het. Keer op keer. Bid erom. Huil erom. Vraag andere mensen of ze voor je willen bidden. En ook hier in dit hoofdstuk wil Paulus ons nog hoop geven. Dat God het lijden ook nog kan gebruiken. Om het ergens ten goede te keren. En ik kan niet invullen waar dat zal zijn. Ik heb in mijn leven vele momenten het goede al mogen zien. En af en toe voel ik het slechte nog steeds. Maar hij is goed. Hij is almachtig. Maar nogmaals, geloof je hem? Geloof je in zijn liefde? Geloof je in het wonder van het evangelie? Een boodschap die hoop biedt. In leven en sterven. In pijn en verdriet. In vreugde. En in vraagtekens. Want geloven is niet alle antwoorden hebben. En is ook niet alles weten. Pauze.